meeste landen wordt graffiti vandaag nog altijd geclasseerd als vandalisme, wat strafbaar is. Op vele plaatsen, zoals het graffiti-straatje in Gent, is graffiti echter wel toegestaan. Je ziet ook vaker muren aan scholen die dienen als canvas voor hun leerlingen en of jonge kunstenaars. Maar hoe is graffiti eigenlijk ontstaan? Ik sta hier aan de ingang van het Jozef Plateau-gebouw van de Rozier in Gent. Een van de locaties van de faculteitsbibliotheek van de Universiteit Gent. Maar ik ben hier vandaag niet om een boek uit te lenen. Ik ben hier om de toiletten te bezoeken. Een toiletdeur moet er vaak aan geloven, want we hebben blijkbaar van alles te vertellen op de commode. Enerzijds hebben we natuurlijk eventjes de tijd om stil te staan bij ons leven en te brainstormen. Anderzijds zijn we altijd gegarandeerd van een lezerspubliek. Toch is het opmerkelijk dat we de minuten waarin we enkele van de meer onaangenamere bezigheden moeten ondergaan, al schrijvend en al doedelend willen doorbrengen. Wanneer je terugkeert naar dezelfde hokjes, kan je met je eigen ogen de geboorte zien van een conversatie die eigenlijk geen communicatie is. De zender van de boodschap is namelijk nooit zeker dat hun boodschap goed begrepen wordt en ontvangt misschien nooit een antwoord. Er kan ook jaren voorbij gaan tussen een gestelde vraag en een antwoord, maar dat is bij graffiti geen prioriteit. Het is een eenzijdige conversatie tussen de artiest en de wereld. Het is al voldoende om emotie, een denkproces uit te lokken bij de lezer, zoals bij kunst. Deze toilettraditie gaat ver terug. Wij zijn lang niet de enige mensen die op wc-deuren scribbelen. In het oude Rome werden stadsmuren, muren van huizen, badhuizen, openbare toiletten, bordelen, openbare gebouwen voorzien van allerlei tekstjes. Nu, het woord graffiti komt eigenlijk vanuit het Italiaanse woord graffiti, wat een meervoudsvorm is voor het woord graffito. En dat op zich is een verkleinwoord van het woord graffio. Dit woord bereikt het Italiaans via het Latijn vanuit het Oud-Griekse woord grafein, wat krassen, snijden of schrijven betekent. Door de uitbarsting van de Vesuvius in 79 na Christus is er een schatkist aan graffiti bewaard gebleven op de sites van Pompeii en Herculaneum. De graffiti bezorgt ons heel wat inzicht in het dagelijkse leven van Romeinen uit die tijd. Ze waren blijkbaar dol op graffiti. Krassen op muren werd bij hen niet gezien als vandalisme, maar als een vorm van zelfexpressie. Mensen gebruikten muren om reclame te maken, politieke campagnes te voeren, kredietnota's bij te houden en sekswerkers konden hun contactgegevens achterlaten. Dankzij deze graffiti kregen we inzicht in het leven van vrouwen, kinderen en slaven. Stemmen die normaal niet werden opgenomen in de elitaire, door mannen gedomineerde literaire wereld. Door deze graffiti leren we dat de oude Romeinen van moppen hielden, soms wat vulgaire, seksuele getinten en zelfs perverse humor. Ze waren dus niet veel beter dan wij, hoewel ik er moet bij zeggen dat de graffiti in het Jozef Plateau-gebouw toch wel de uitzondering was op de regel. Een van de top graffito's was bij de Romeinen, maar ook bij ons, het mannelijk lid in erectie, een fallus dus. Dit beeld was niet alleen een vruchtbaarheidssymbool, maar werd ook gezien als geluksbrenger. Vroeger dachten vele mensen natuurlijk dat kinderen door mannen werden gemaakt en dat vrouwen enkel als incubator dienden. Ondertussen weten we wel beter. Misschien wordt het tijd om overal vulvas te tekenen. Fallussen. Het antwoord op de vraag van vorige week was B. Fallussen.
Ja, fausten zijn eenmaal een symbool van dominantie en triomf, wat zeker het geval is in het tapijt van Bayeux, want Willem de Vulvraar wil zijn dominantie natuurlijk overal etaleren. En de grootste fallus hangt ook aan zijn paard. Waren er mensen die dachten dat het antwoord C was? Witte lelies? Oké, Noorse bijlen kan ik nog begrijpen, want Willem de Vroveraar was een afstammeling van Rollo, een viking krijgen. Maar witte lelies? Mag ik bij jullie komen wonen? Na al mijn onderzoek bevindt mijn geest zich in verre staat van ontbinding. Waar is de graffiti-kunst ontstaan zoals wij die nu kennen? Tijdens Wereldoorlog II begonnen soldaten de zin Kilroy was here te schrijven op muren van bunkers, kazernes en straten. Vaak samen met een kaal cartoonmannetje met een grote neus. Dit zorgde voor erkenning tussen soldaten onderling. Alsof er iemand tegen hen wou zeggen, ik ben hier ook geweest. Ik weet wat je nu doormaakt. De eerste moderne graffiti-kunstenaars waren eigenlijk taggers. Dus een tag kan men eigenlijk zien als een soort van handtekening van een graffiti-kunstenaar. Nu, volgens sommigen was de eerste graffiti-kunstenaar Cornbread uit Philadelphia en volgens anderen was dat Julio 204 of Taki 183 uit New York. Nu, wat vaststaat is dat deze kunstvorm zwaar is gaan boomen in New York dankzij de vele taggers en graffiti-kunstenaars die letterlijk hun stempel drukten op metrowagens en voorbijrijdende treinen. Sinds de jaren 70 is deze kunstvorm een essentieel onderdeel gaan uitmaken van de hip-hop-cultuur, samen met andere kunstvormen zoals rappen, straatmode, breakdansen en scratchen. Scratchen is het manipuleren van een spelende vinylplaat onder een naald. Sommige graffiti-kunstenaars die zijn zelfs bekend geraakt tot bij de grote massa. Denk maar aan mensen zoals Jean-Michel Basquiat, Keith Haring en heel recent nog Banksy. Over het oude Rome gesproken, ik heb nog een vraagje voor jullie. Toen de Romeinen het noorden van Europa begonnen te veroveren, werd er een seksistisch stereotype geboren. Was dit volgens jullie A. de heks, B. de Amazone of C. het domme blondje? Was dit volgens jullie A. de heks, B. de Amazone of C. het domme blondje? Het antwoord zit verstopt in de volgende uitzending van Wijs als Zijs. Nu, muurtekeningen hoeven niet altijd vulgair, platvloers of banaal te zijn of iemands aanwezigheid bekend te maken aan de buitenwereld. Dat hebben we nu ondertussen al begrepen. Na 100 jaar leren we nog altijd nieuwe dingen bij over de oudste graffiti die we tot nu toe hebben gevonden, namelijk rotstekeningen. Toen twee jongens de grotten van Lascaux nader bekeken nadat ze het voor de eerste keer toevallig hadden ontdekt, maakten ze een vreugdedans waardoor hun lantaarn heen en weer zwiepte. Door het dansen van het licht leken de dieren op de rotswanden zich te bewegen van links naar rechts en van rechts naar links. Of ze keken op van het grazen. Was dit de plaats van de eerste spirituele bijeenkomsten? Of kon je in deze grotten komen kijken naar de allereerste kortspeelfilms? Hebben wij hiermee voor het eerst beweging proberen vast te leggen op beeld? Wat in ieder geval duidelijk is, is dat wij al langer met beelden communiceren dan met woorden. Zelfs na 10.000 jaar. Pas nu formuleren we een antwoord op de eerste graffito.